Nou, ben de laatste tijd wel eens een beetje met stomheid geslagen, zo ongeveer, en dan zeg ik maar niks. Toestand in de wereld, mensen, ja, nou. En, ja, het is ook zo dat alles. Ik heb ontzettend veel meegemaakt in mijn leven, vanaf geboorte. Maar wat er in 2019 is gebeurd, dat is echt zo mind-boggling geweest. Maar het is ook zo eye-openend geweest voor mij. Het heeft mijn hele leven alles compleet veranderd. Alles wat ik daarvoor, dat was daarvoor. Le grande finale, schreef ik op mijn Facebook. Paar dagen, misschien een dag of twee, ik weet niet, voordat ik ineens aan mijn armen werd gesleurd. Hier in deze stad. 19 juni. En dat wordt morgen, denk ik dan, 3 jaar geleden. En het spookt me de laatste tijd om mijn hoofd. Weer. Ja, want de consequenties daarvan zijn zo bizar en gigantisch. In mijn leven. As we speak. As we speak. En hoofdverantwoordelijke toch wel. Voor die hele kermis. Ja, dan kom ik uit bij mijn zus Katja Eppinga. Dat is nou eenmaal zo. En zij heeft geen enkel idee van wat ze heeft gedaan. Ze heeft geen enkel idee van de consequenties ervan. Ook niet voor haarzelf. En dat is nog wel het meest trieste. Want zij is mij dierbaar. En ik ken haar al mijn hele leven. Ik ken haar heel goed. En ze is me erg dierbaar. Wat zij doet vind ik afschuwelijk, verschrikkelijk. Maar haar ziel is mij zeer dierbaar. Maar het is te triest voor woorden wat ze doet op alle fronten. En ik ga het zeggen, het moet me maar eens even van het hart. Ik zag meerdere filmpjes, ze heeft een nieuwe missie. Return to the Lord Ministries heet het nou. De naam hebben, moet wat zijn. En dan heeft ze een man, ja, die is begin 30 of zo, een Tommy. Nou, die werkt dan nu samen met haar dochter Alia, die inmiddels, ja, hoe oud zal Alia zijn, ik weet het niet. Ik hou het nooit zo bij. Ja, of 17 denk ik wel inmiddels. Nou ja, goed, Tommy en Alia en nou, van die rap. I rebuke the demons. In the name of Jesus. I rebuke the demons in the name of Jesus. En dat soort teksten ook. En ik vind het sneu voor die jongen. En ik vind het sneu voor Ali. En ik vind het ook sneu voor mijn zus. Dat ze die onzin geloven. Die ze daar staan te vertellen aan de mensen. En ik heb ook jaren in dat straatje gedacht. Jaren in die Word of Faith kerken waar je dit leert, wat zij daar op de straat staan te vertellen aan de mensen. Net zoals Jaap Dielema dat doet met die wonderbaarlijke gospeltruc van hem. Met Fausto Tumolo, met Joey van den Akker. Vincent Berhitu. Moeiteloze samenwerking met Europe Shall Be Saved en weet ik wat allemaal. He, Joey van den Akker, totally New Apostolic Reformation. Jaap Dielema, totally opname voor de grote verdrukking. Oh, het kennen allemaal, joh, want het is Charismania-land. En het is allemaal gestoeld op de Word of Faith-leer. En die leer is occult.
En dan kan je wel gaan staan te schreeuwen met de roeptoeter ergens in een stadscentrum. I rebuke the demons. En Jezus, Jezus. En geef je hart aan Jezus. En, maar ja, als je dat niet doet, ja, eerst dan zijn wij weg, joh, hopla. En dan zullen de, en Klaus Schwab, ach, ze slepen er van alles bij. Mijn zus dan, ja, Dieleman, die, dat clubje, dat doet dat niet, dat doet dat wel online, maar niet op die gospel truc. Maar mijn zus, oh ja, en het World Economic Forum en de weet ik veel, sleept ze er ook allemaal bij. En, maar in elk geval, zij in Katja bijvoorbeeld, hè, uiteraard. Ja, die is eerst nachts weg. Hoppla, weg. Nou, en dan zullen ze zeggen dat ze door aliens ontvoerd zijn. Maar ja, zij zijn weg. En de rest die niet hun hart aan de Heer hebben gegeven op een dag. Nou, die blijven achter, jongen. En die moeten door de grote verdrukking. Ja, en dan word je onthoofd. Nou ja, zo'n praatje, hè. Geef je hart aan de Heer. En ja, ze straffen de demonen en ja, ook van die charismatische, op het gevoel spelende schreeuwmuziek erbij. Maar diezelfde Katja dus, die had zichzelf en velen ervan overtuigd in 2019 dat ik, Cora Ebbinga, zwaar psychotisch was en heel gevaarlijk. Dermate erg. Ik had geen enkel contact met haar, want ze had mij lang weer geblokkeerd. Er zit een heel verhaal achter. Oh, ja, maar in elk geval. Nee, ik hoorde, het was zwaar, psychotisch, zeer gevaarlijk. Een groot gevaar voor zichzelf en een ander. En dat was dermate ernstig dat ze me opwachtte bij de speaker, terwijl ik met mijn oude moeder aan een kopje thee zat. Ja, echt gebeurt gewoon. En het personeel dan, ze snapte er ook niks van. Is hier niet iemand anders? Tot 2, 3 keer toe vroegen ze dan. Maar ja, maar was hier net niet dan nog iemand anders? Want ze kenden me heel goed. Nou. Maar in elk geval, ik draai erop uit. Dus dat ik dat gebouw uitliep en ik werd van achter beet gegrepen. En ik kan door Katja en ik kan door Bea en ordinair aan mijn armen scheuren en trekken. Ik had blauwe plekken op mijn arm, serieus. Ik dacht van, oh nee, hè, wat is dit, jongen? Je laat me los, doe even normaal, joh. Nee, en jij gaat met ons mee en wij gaan voor je zorgen. En hop, hop, hop. En trekken en ordinair, scheuren en sleuren. Gewoon over dat pad. Oh, wat een horror. Nou, is mij dus gewoon gebeurd, hè. Ja. En vorig jaar nog of zo, of 2 jaar geleden inmiddels, liep ze nog te blazen tegen me. Ik post deze dingen op mijn YouTube-kanaal, 03 al. En als jij nog één keer publiekelijk zegt dat ik heb jou geprobeerd heb om jou te ontvoeren, klaag ik je weer aan wegens smaad en laster. Weer aan. Nou, toen ik die hele flauwe kul overleefd had, en terugkwam uit België, ben ik naar het politiebureau gegaan. Ik denk, dit kan niet waar zijn. Dat ze je gewoon aan je armen beginnen te sleuren ergens omdat zij een idee over jou hebben. Ze zelf overtuigd hebben van een of andere weet ik wat. Oh, nou als dat in Nederland kan, jongens, hallo. Dan zijn er geen grenzen, is het wel. Nou, het werd me onmogelijk gemaakt door de politie om aangifte te doen. Van poging tot ontvoering met geweld. Ik had blauwe plek op mijn armen. Het werd me onmogelijk gemaakt. Ik heb het geëist. Ik heb door alle dikke muren en telefoontjes en kastjemuren. En uiteindelijk stond ik daar op het bureau. En degene die me aangifte zou opnemen. Broer de jongen, hij fietste gisteren nog voor me uit op de voorstraat. Ik was in de verleiding om wat tegen hem te zeggen. Hé, broer. Weet je nog, waarom kwam jou niet opdagen toen, jong, in 2019? Vertel eens even. En ik heb voet bij stuk gehouden. Ik zeg, ik ga hier niet weg. Ik eis dat, maar ik ken mijn rechten. Nou, er kwam er iemand, weet ik waar vandaan, uiteindelijk. En die heeft toen eerlijk tegen mij gezegd, die agent. Hij zegt, Cora, ik heb opdracht van hoger hand.
En je eist nu dat ik je aangifte opneem. Ik zal hem noteren, maar ik zeg je, Corre, met deze aangifte van jou gaan ze niets doen die verwijt in een prullenbak. Dat gaat ermee gebeuren, want ik heb gewoon opdracht van hoger hand. En ik denk, wat is dit? Opdracht van hoger hand? Waarom? Van wie? Nou, ik weet het inmiddels wel, hoe het zaak in elkaar zit. En dat post ik al 3 jaar. Weet je, het heeft mijn ogen geopend voor zoveel dingen. En het lijden is zwaar. Ten gevolge van die hele kermis. Want ik ben alles en ik, mijn vrienden die ik had, hebben zich tegen me gekeerd. Mijn familie ben ik kwijt. Mijn oudste dochter wil niks meer met me te maken hebben. Ik zie mijn kleindochter niet. Noem het maar. Dankjewel, Katja. Goed getuigenis. Maar goed. Toen kwam ik Katja een tijdje daarna, vlak daarna eigenlijk tegen. Op de parkeerplaats bij de Jumbo. Toen heb ik haar aangesproken. Van redelijke afstand, maar ik heb haar aangesproken. Dat heb ik daarna H5 verteld, verslag van gedaan van die ontmoeting op mijn YouTube-kanaal. Een kind kan de was doen. Heel duidelijk wat ik daar zeg. Ik wijs haar op het woord van God in die video. En dat was ook wat ik deed op die parkeerplaats. En haar dochter Alia was toen volgens mij 14. Ik was niet agressief, ik stond niet. Ik ben een heel rustig type. Zoals ik nu praat, praat ik daar tegen haar. Katja, gewoon even duidelijk zeggen, toch? Ook niet vlak bij het raam, helemaal, allemaal onzin. En Alia zat aan de andere kant. En toen liep ik naar mijn eigen auto. En Alia die zat gewoon, hi tante Corre. Zo daarnaast van, ja, ik weet ook niet wat ik hiermee moet, maar weet je, die stak er. Hi tante Corre, ik zei, dag Alia. En op basis van die ontmoeting, wat ik daarover op YouTube heb gezet toen, is mijn zus vervolgens naar de politie gegaan en heeft ze aangifte tegen mij gedaan van bedreiging met misdrijf tegen het leven / zware mishandeling. En in diezelfde valse aanklacht, een hele zware valse aanklacht, heeft ze ook nog in die aangifte gezegd dat ik meerdere familieleden bedreigde. Dat ze moest vrezen voor het leven van Alia. Dat Alia wegkroop van angst toen die dag bij de Jumbo. 100% leugens. Dat is mijn zus in de praktijk. Maar waarom noemden ze, behalve dat ik dan dat ik haar met de dood bedreigde, beweert ze. Letterlijk met de dood bedreigde. Terwijl Katja mij heel goed kent en heel goed weet in haar hart dat ik dat nooit zou doen. Dat weet ze heel goed diep in haar hart. Maar het gremiet, zeggen we dan in Fries, het gremiet van Katja. Ja, dat ken ik heel goed. En denk je dat de Heer dat niet weet, Katja? Denk je dat God niet weet wat er in jouw hart zit? En hoe jij tot dit soort aanklachten komt, valse, zeer zware valse aanklachten? 100% vals, Katja. Tegen een kind van de Heer. Ja, dat ben ik, Katja. Zij die de geboden van Christus doen, daarom ben ik hier ook niet tegen in beroep gegaan. Ik heb mijn zaak bij de allerhoogste rechter. Mijn vader die in de hemelen is, Katja. Die jij zegt te dienen. En jij zegt dat jij zijn zoon navolgt. Nee, dat doe jij niet. Deed je het maar. Mijn vader haat leugen. Oh. Ha, dat ding wel zo door. Mijn vader haat leugen. Haat leugen. Haat valse aangiftes en bedrog. En dit wat jij gedaan hebt. Je volhardt erin. En tot overmaat van ramp sta je gewoon het scheve gelie, het word of faith, scheve gelie op de straathoeken te preken. Maar we gaan even terug. Kijk, arrondissementspakket, daar staat het. Dit is dan het besluit van de officier van justitie. Proeftijd van 2 jaar.
Nou, zware mishandeling. De zware mishandeling houdt in dat ik tegen haar toen gezegd heb. En de enige reden waarom ik het zei, was omdat toen ik naar het politiebureau in Harlingen ging om aangifte te doen van poging tot ontvoering met geweld, werd mijn aangifte geweigerd, basically. En mij gezegd, ik heb opdracht van hogere hand, mijn zaak werd niet, ik kreeg toen een brief van justitie, van officier van justitie, hij zag geen enkele aanleiding om een onderzoek in te stellen naar deze zaak. Prullenbak met die hand. Oké. Bij de Jumbo 3 jaar geleden zei ik tegen, nee, in die video later zei ik tegen mijn zus van nou, als ik jou de volgende keer tegenkom, dan ja, ik denk ook, het gaat niet goed met jou, Katja. Jij hebt zulke rare waanideeën in je hoofd, Katja. Volgens mij ben jij psychotisch. Nou, dan ga ik je toch ook in je armen trekken en sleuren en een auto in proeven van, ja, ik ga nu voor je zorgen en ik ga het regelen. Dan ga ik dat toch ook bij jou doen een keer, kijken wat er dan gebeurt. Hè? Kijken hoe de politie dan reageert als iemand de politie belt. In mijn geval werkte de politie gelijk mee, zelfs diezelfde aan. Zo bizar wat er allemaal gebeurt. Het staat allemaal op mijn YouTube-kanaal. Maar toen ik daarvan aangifte wilde doen van wat er gewoon gebeurd was, zag de officier geen enkele aanleiding. En in het geval dat ik het tegen jou zeg, van nou, de volgende keer als ik jou tegenkom, dan beoordeelt diezelfde officier van justitie het als bedreiging met misdrijf tegen het leven / zware mishandeling. Weet je wat het is, justitie? Dat is meten met twee maten. Is het niet? Hetzelfde geval, wat in mijn geval daadwerkelijk gebeurd is, met heel veel getuigen erbij, ook nog die avond. Hè? En dan ziet u geen enkele reden om onderzoek te doen. Om een onderzoek in te stellen, om getuigen te horen. Whatsoever, gaan we niet doen. En in geval dat ik hetzelfde geval wat mij gebeurd is, benoem aan mijn zus. Van nou, zal ik dat ook eens bij jou doen? Kan toch allemaal in Nederland? Hoe zou jij dat vinden? Dan wordt dat door justitie aangemerkt als zware bedreiging met zware mishandeling. Nou, toppie voor jou, Katja. Ik vraag me af hoe justitie inmiddels over jou denkt. Want jij hebt ook toen Free Wouter Raad, onze broeder Wouter Raadgever. Hè? En je sleept de Dielke Paam op het podium. Die ging ook mee in de idioterie van die avatar Wouter Raadgever. En jij staat daar, Klaus Schwab en het World Economic Forum. En weet ik wat je daar staat te schreeuwen in het centrum van Amersfoort. Nou, justitie, hoe merkt u mijn zus aan onderhand? Wie is hier nou de psychoot? De permanente psychoot, want dit heeft zulke grote consequenties gehad in mijn leven. As we speak. In Harlingen, op internet, de charismatische heren. Klaas van Denderen voorop. En vele van die charismatische mensen. Ik word zo vaak openlijk op Facebook en op YouTube, weet ik wat, versleten, gewoon weggezet. Zo ongeveer permanent psychotisch. Alcoholist of zoiets dan. En drugsverslaafd. En zo ongeveer permanent psychotisch. En zwaar in de war. En ik weet niet wat ze ervan maken. En dat is allemaal de consequentie van wat er in 2019 gebeurd is. Allemaal. En dat is een enorme consequentie in mijn leven. Enorm. Ik ben alles, iedereen daardoor verloren. En ik heb er maar zo weinig teruggekregen. Wat zat je wel? Hoe triest is dit? Hoe triest is dit? Dit is heel triest. Ik zit niet vol wrok, ik zit niet vol bitterheid, ik zit niet vol haat. Maar ik moet leven met dit verdriet in mijn eigen leven.
En het doet mij verdriet als ik dan die filmpjes van Katja zie. Dat ze daar op de alle gospel truc van Jaap Dielema staat te schreeuwen in Amersfoort. En die Alia erbij. En ik, ah, die Alia. Meisje. Oh, ik hoop zo dat je niet zo wordt zoals je moeder. Serieus. Daar gaat een heel slecht getuigenis van. Ja, op straat en op Facebook lijkt het prachtig aan getuigenis. Maar dit is mijn getuigenis. En het is niet best. Niet best. En ook het geval dat je met dat Mario valse aangifte tegen mij ging doen. En er was zogenaamd een dierenarts uit het midden van het land gekomen. En die ging een filmpje maken bij Mario. Het werd op Mario's Facebook. Ik heb heel lang gedacht dat het een of andere maatje van Mario uit Harlingen was. En ik beschuldigde hem er ook van. Nee, zei Mario op een dag tegen mij. Dat was je zus die dat deed. En ik heb mijn zus en mij geconfronteerd later nog. Meende ze me te moeten appen of ik eindelijk tot bezinning wil komen. En niet met haar en Hilde en Bea wou praten. Ik zei, ja, ik wil wel met jullie praten, maar dan met een getuige. Nee, dat gaan we niet doen. Tot drie keer heb ik het aangeboden. Tot drie keer is het me geweigerd in alle toonaarden. Door al die drie dames. Over wandelen in het licht gesproken. En willen wandelen in het licht. Oh, 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 wat een bende bijna. En daar heb ik Katje toen mee geconfronteerd. Zie, je hebt zelfs Mario tegen me opgestookt toen. Om aangifte te doen. Je hebt je voorgedaan op Facebook als een dierenarts uit het midden van het land. En dat liegt Mario, van die leugenaar. Nou, Aukje was er ook bij. En Aukje liegt niet. Never. Heeft echt een hekel aan. Net als haar moeder, Katje. Hoe kun je liegen dat het gedrukt staat? Hoe kun je deze dingen doen en leven met jezelf? Omdat je denkt, papi vergeet mij wel. En je overtuigt jezelf van die waanzin, want je wil niet in de spiegel kijken naar jezelf. Dat is het probleem van al die gasten die onbekeerlijk zijn. Niet naar zichzelf willen kijken. En naar hun eigen handelen en gedrag. En denken, het kennen allemaal wel. Want ze zijn in Christus een nieuwe schepping van die frases. Ik weet niet hoe ze doen, Ananias en Safira's. En dan staan ze ook nog te schreeuwen om de Heilige Geest. En dan ben ik psychotisch en gevaarlijk en moedlustig en weet ik wat allemaal. Gestoord, weet ik het. De Heere zal recht spreken over deze dingen. En wanneer Christus komt, weet ik niet, Katje. Maar als jij zo doorgaat, guess what? Hij zal je niet aannemen bij zijn komst. Als jij hierin volhardt. Want je kleren zijn vuil. En je dient Christus niet door op een straathoek word of faith frases te gaan staan schreeuwen en zingen. En I rebuke the demons en Jesus, I love you. Weet ik wat uit te kramen. Daar dien jij Jezus niet mee. Dat doen de huigelaars. Zoals jij bent. Je dient Jezus door zijn geboden te doen. En jij weigert ze te doen. Jij doet het tegenovergestelde. Wat jij gedaan hebt, Katje, is echt zo ernstig. En je hebt er geen enkel idee van. Maar ik herinner je er even aan, want je kunt je nog steeds omkeren van je slechte wegen. Bekeer je, zeg je. Return to the Lord. Ga het doen. Want anders komt die dag. En wanneer die dag is. Ik geloof dat word of faith riedeltje niet. Van eerst dan stop dan en de rest. Nee, dat gaat heel anders, joh. De grote misleiding. Jij met je Klaus Schwab. Ga eens de documentaire kijken. Jehu's War Against Baal. Ik post hem met regelmaat. Daar gaan we heen, Katja. Jij zit in die cult. Je gedachtegoed is word of faith. En je weet het niet. Maar daarom ben je ook in staat om dit soort dingen te doen. Omdat jij met een woord of faith riedeltje in je kop zit. Wat echte evangelie van Jezus heb jij klaarblijkelijk nog nooit begrepen. Anders zou je heen gaan en dan zou je het gewoon doen. De geboden van Jezus krijg je. En je doet het tegenovergestelde. Zeer ernstig. En heel triest dit. En voor iedereen die dit doet is het heel ernstig en triest. Nou ja, en als dit naar mij nou weer weet ik wat oplevert. Het zij zo, ik spreek de waarheid, ik getuige van. En dat is alles wat ik doe. En daar ga ik mee door ook.
En tot zijn komst. Yes! Ha! En dan ga ik naar huis. Zin in. Nou, het wordt warm genoeg vandaag, mensen, dus hou je kalm. En dan was hij even. Hoi.